vallen. Heeft u enige indruk? Winters ook in die gevangenissen. Dus gaat hij dat geluid, wat hij zo verschrikkelijk ik vond, denk gaat extra hij dat de hard. Hele dag dan horen? Ja, nee, ik denk dat hij onderaan de, hij staat wel onderaan de pickorder, denk ik. Wat misschien een plan zou zijn, als hij het nou heel veel spijt betuigt, dan kan hij misschien een soort sociale dienstplicht krijgen in het klooster waar hij dit gedaan heeft. Oh. Dan zou hij pagodeslaaf is het laagste beroep wat er ongeveer is. Pagodeslaaf. Pagodeslaaf, ja. Wat moet je dan doen? Vegen. Schoonmaken. Dat is allemaal heel erg. Maar dan moet je dat soort dingen dan doen. En dan kom je er eigenlijk relatief mild doorheen. Dat zou niet gek zijn als dat zou kunnen. Maar ja, dan moet er een verzoek bij de Sangha Raja, dus de belangrijkste monnik, worden neergelegd. Maar dat zou misschien een optie zijn om te proberen om er op die manier enigszins onderuit te komen. Dat is wel goed advies. Want ik bedoel, zijn familie natuurlijk hier in Nederland zit ontzettend in de rats. Bij Omroep Friesland was zijn moeder te zien. Aan de ene kant ben ik blij dat ik eindelijk uit mijn ongewisse hel weer. Maar de giet ik een emotie terug. Ik ben net boos, ik ben bang en ik ben ongerust. Ik weet hoe hij is. Het is een sterke jongen, absoluut een sterke jongen, een zorgzame jongen. En, maar wel, ik hoop wel dat er dit rust ziet. Wat je daar zegt is natuurlijk ook voor de familie kan dit dat kan belangrijk zijn. Ja, hoor. Dus, ik denk dat ik wel weet in welke gevangenis hij gaat belanden. Dat kun je in Mandalay kun je die zien op een bepaalde plek vanaf Mandalay Heuvel. Ik ben een keer of 10 in Myanmar. Want het is inderdaad moeilijk om er te komen. Maar ik ben er de afgelopen 25 jaar een keer of 10 geweest. Dus afgelopen januari was ik er nog. Ik denk dat ik wel weet welke gevangenis het is. Dat is inderdaad zo'n nogal open plek. Maar het heeft een naam toch wel heel erg slecht te zijn. En als hij nou als pagodeslaaf... Maar grote slaaf, een tijd lang zou kunnen werken, dan komt hij er misschien aardig doorheen. Dus misschien is dat te onderzoeken. Dat is een mogelijkheid.